Jongens, jullie hebben net gekwalificeerd. WK Beach in Amsterdam. Ja, eerste reactie. Ja, mooi, ik kan niet. Fucking prachtig toch? WK in eigen land mag je spelen. Ja, het is heel mooi dit. Ja, jullie hebben hier net dus het wildcard finale gewonnen. Ja, hadden jullie dit verwacht van tevoren? We wisten dat we een goede kans maakten. We hebben een heel steady seizoen gedraaid. Mooi NK indoor, heel goed gepresteerd. Dus dat we een kans hadden was zeker. Dat het een hele moeilijke dag moet worden, dat wisten we ook zeker. Want het was heel erg aan elkaar gewaagd, maar het beste heeft gewonnen. Ja, nu is er zekerheid. Jullie zijn gekwalificeerd. Ja, hoe zien de komende maanden voor jullie eruit? Hoe heb je daar eigenlijk nog geen beeld van? Nou ja, omdat je nu het WK mag spelen, weet je, is gewoon een beetje je planning al. Je gaat gewoon pieken voor het WK, dus je kan heel je planning erop instellen. Dus nu kunnen we gewoon gaan plannen wat we willen. En je weet gewoon dat je mag spelen, dus je hoeft ook maar één keer te pieken. Dus. Sven, jij komt uit Aalsmeer, groot Amsterdam. Ja, hoe is het voor jou dan om op de Dam te kunnen spelen? Sterker nog, ik ben in Amsterdam geboren en ik woon er nu ook. Alleen mijn thuisbasis is in Aalsmeer, dat is de beach. Dus ik ben ook inderdaad veel in Aalsmeer, maar Amsterdam is mijn stad. Dus ik ga zorgen dat de tribunes daar bomvol zitten en dat het wordt sowieso één groot feest. En ik garandeer jullie dat het uitverkocht wordt als wij spelen. En we gaan gewoon genieten. Durven jullie ook verwachtingen uit te spreken? Hebben jullie die? Ja. We gaan ervoor. Ja, je gaat gewoon goed swingen. En als je een mooie loting hebt, dan kan je een potje winnen. Precies. Maar dat zullen we dan wel zien.